Goedemiddag, Ronse! Eindelijk is het zover. Eindelijk is het 10 mei, de dag waar wij gedurende een jaar lang naar verlangd hebben. De dag waar jullie een jaar lang aan gewerkt hebben. Beste mensen van Ronse, Markendal, Kluizenbergen en omgeving. I had a dream. Vele jaren terug. En die droom was ooit eens een groot feest organiseren waarbij jong en oud, arm en rijk, alle mensen uit alle wijken van de stad zouden betrokken zijn en aanwezig zijn. Martien, jij bent ook een vechter, moet een beetje naar voren staan, denk ik. Ja. Dat kan je met de mijne doen. Hallo. Ja, je bent er, je bent ook een vechter. Vechtster. Hoe kwam de ziekte ooit in jouw leven? Herinner je dat moment nog? Ja, tuurlijk. Iedereen herinnert zich. Het moment dat je ooit het verdikt krijgt dat je kanker hebt, dan staat je wereld even. Want wat is geweest, mag niet vergeten. Alles wat mooi was en zal zijn. Ze was volledig naakt. Jij weet het nog heel goed. Ze sloeg hem. Recht in zijn gezicht. Paf. Dat deed pijn. Hij kreeg schrik van haar. Hij meet haar. Probeerde terug te slaan. Probeerde te vluchten, maar ze bleef hem achtervolgen. Hij vocht tegen haar. Maar hoe meer hij vocht, hoe harder ze als een boemerang in zijn gezicht terugkaatste. Ain't no fairy tale.
to rock and roll. So hey, barkeep, what's the latest tale about man and female? And boy meets girl, it's a fantasy world. Zodat de Stichting tegen Kanker in 2014 13,5 miljoen euro geeft als ondersteuning aan wetenschappelijk onderzoek, dan weten wij hier in Ronsen. En die golf van solidariteit die er is, dat is eigenlijk wat hartverwarmend is. Heb je de zakken geld mee? 307.152. Proficiat Ronsen! Is een 24 uur durend solidariteitsevent